Missie. Nee, ik heb je microfoon even niet nodig hoor. Oké. Welkom bij de speltips. Wij gaan vandaag ons ontdoen van een wandelende guardian. Wachter. Anne, bel jij Star even? Meneer de guardian! Wordt er nu al beroepen. Je weet trouwens dat er guardians in de buurt zijn als je... Kijk, nu zie je hem. Maar als je... Meesterzwaard blauw wordt. Zoals je nu hoort. Dan is er een guardian in de buurt. Meneer de guardian! Een wachter. Hé, hey, meneer de wachter, kijk me eens aan. Ik heb hier een geavanceerde pijl. Dat werkt dus niet zo goed. Dan schiet hem gewoon in zijn oog. Geavanceerde pijlen zijn heel leuk om wachters mee te verslaan, maar dan moet je hem in zijn oog schieten. En als je mist, zoals ik nu deed, dan heb je andere manieren. Want zijn oog staat altijd op je gericht. Als Link of Linkel. Als hij dat wil, als hij ons wil aanvallen, hè Linkel? En je ziet mijn pijlencijfer niet dalen, omdat ik twee kleine cheats aan heb staan. De Infinite Amiibo cheat en de ik heb altijd pijlen cheat. Voor de redenen van deze uitleg. Maar pas op, zorg voor genoeg pijlen. Ik heb er altijd het liefst minstens 36. Dan zeg ik altijd tegen Anne, daar kunnen we de oorlog mee winnen. Of niet soms? Ja, Anne is thuis de kantoormuppie aan het spelen. En aangezien ik niet mag werken deze week, werk ik stiekem thuis deze week. Ja, heel stiekem. Vraag maar aan Icarus. Maar wij hebben dus de wachter verslagen. Ik was onderweg naar die tempel. Die staat op Tempel Eiland. Hint, hint. Maar daar gaan wij in een ander filmpje wel even heen. Nou, Linkel. Je kent de regelgeving. Dag, Linkel.